Twee dochters de Rainbow Lake. Tot op heden één aanbeet gehad, Marius. Helaas wist Karpen zich te ontdoen van het vandaag. Maar goed, we hebben een goede vertrouwen dat er heus nog wel een vis vanaf moet komen. En, ja. Het is een prachtige meer. Obstakelrijk water. Waar echt bijzonder mooie vissen op rondzwemmen. Derde ochtend aan de Rainbow Lake en het is eindelijk zover. Marius heeft zojuist een aanbeet. Hij gaat nu naar de vis toe. Wederom een prachtige ochtend. Wacht er rustig af. Hele bijzondere vis, jongen. Altijd die zwaarste tot nu toe? Ja, we gaan geen foto's maken van geen foto's, gooi maar, hè. Mooie vis. Goed, hele mooie vis. Dat is een groepje. Oh. Echt een deftig vis, hou. There he goes. There she goes. Stukje beter in zijn, hè? Een extra controle te doen voor het. Om te kijken of het haakpuntje niet bot is. Ja, goed. Gaan we even checken of alles nog in orde is. Goed, wat we nu gaan doen is even alles controleren. Kijken of het haakaas nog op der zit. Aangezien de witvissers capabel zijn om het haakaas met zeer kleine hapjes van je heraf te eten in enkele uren tijd. Is het toch wel verstandig om de 24 uur even te checken of alles er nog aan zit. En je kunt natuurlijk meteen even checken of je haak nog scherp is. Thank you.
altijd een mooi markeringspunt, zo'n bolletje. Een stukje achteruit. Volgens mij Sander heeft een vis in de schepnet. Donderdag 1 uur 's nachts, na lang te wachten, eindelijk tweede vis. Nou, ik hoop dat het mooi is. Kijken. Sander's eerste vis op Weibo. Hij is ontmacht. Ik ben gewoon echt ontmacht. Ja. Ik ben echt super blij. Ik geloof je. We hebben lang voor gewacht. Hè? Prima vis, hoor. Ja. Prima vis, hoor. Hey, ik neem... Doe maar op, rustig. Ik heb jouw camera hier gezet. Je bent nou nu aan de opname. Ik heb jou verteld. Je bent aan de opname. Laatste ochtendje, toch nog een keer de Engelen vandoor. Marius was er iets eerder bij, een stuk eerder bij dan ik. Ik denk van, nou ja, hij is de Engels in het inpakken. Maar het tegendeel, toen hing dit eraan. There she goes. Naar de rainbow fish, naar de rainbow catch. Een mooie sessie, hè? Laatste momenten aan Rainbow Lake. Marius is heel goed in opruimen, zoals jullie zien. Hij kan dat gewoon. Ja, ik kan het niet. Kun je mijn tent ook meteen doen in mijn streetje? Ja, master. Oké. Okay. Rustig aan het opruimen. Wederom een prachtige ochtend. Aan Rainbow Lake. Net weer een visje gevangen. Ik ben hartstikke blij mee. Ik ook, hè? Hij ook.
En we gaan toch langzaam een beetje afsluiten deze video. Ja, tot snel. Doei.